tot nu toe is iedereen met drum en muziek gekomen. Jullie zijn heel stil naar binnen gelopen. Het is ook een stijl, toch? Het is ook een model om iets te doen. We gaan op daden af. Dat vele lawaai is misschien goed, maar als je goed doordacht je dingen doet, in stilte bereik je ook heel veel. Over smaak valt er niet te twisten. Met hoeveel geregistreerden hebben jullie ingeschreven vandaag? We hebben ons aangemeld met het noodzakelijk vereiste. En hoeveel is dat? Is iets van tussen de 3.000 en 5.000. Waar gaat de ANC voor? We zijn niet voor mensen, maar voor systemen. En we zijn niet tegen mensen, maar tegen systemen. En uitleggend, systemen die de mensen achterhouden, die systemen willen we veranderen om systemen te creëren die de mensen mogelijkheden bieden. We gaan voor een 13-tal zaken, waarbij nummer 1 is onderwijs, nummer 2 de agrarische ontwikkelingssector en 3 de bijbehorende infrastructuur. Er zijn dan nog 10 andere zaken, maar die 3 zaken beschouwen als te zijn noodzakelijke voorwaarden om de groep uit hun achtergestelde positie te halen. Voor hoeveel zetels gaan jullie en hoe denken jullie die te halen? We denken aan minimaal 3. 3-4. 3-4. En schrik niet als het meer dan dat wordt. Schrikt u niet, er zijn verrassingen. Hoe denken jullie dat te halen? Waar gaan jullie je concentreren? Dus onze concentratiegebieden zijn Sipaliwini, Brokopondo, Marowijne, Para, Wanica en Paramaribo.